Mannen, ze zijn daar, hè. Oh, dit. Hallo. Kom binnen. Hey. Hoe gaat het, meid? Super, super. Leuk om jullie allemaal nog eens terug te zien. Dank je, dank je. Ja. Ik ga anders even dag zeggen, denk ik daarvan. Ja. Dat is goed. Hey. Dag jongen, alles goed? Hallo. Klein oogstjes precies van gisteren. Ja, ja. Als ze hier stonden en ging direct naar hun toe, dacht ik, amai, wat krijgen we nu? Ik was zelf onder de indruk. Ik had zoiets aan amai. Ja, ik denk dat dat nodig is. Anders is weer van, waar is Jaro? Ik ken dat. Alleszins veel properder dan de laatste keer. Ik heb gezien dat ik geen spinnen heb nu. Het was er enorm proper in de zaal, er werd echt aan gewerkt. Ik zie ook van alle tips dat ze dan toch wel iets mee doen. De sfeer zat echt wel goed en ik had echt ook wel zin om te proeven. De opmerkingen die ik doorgevoerd heb hierop, zijn allemaal goed uitgevoerd. Alles. Mooi schuimige jus erbij. En dat blijft staan, hè? Je schuim. Ja, het is te hopen dat je ook naar mosselen smaakt. De vorige keer smaakte het totaal niet naar mosselen. Maar goed, het ziet er al veelbelovend uit. Dan kijk ik in mijn rugstress. Dan kijk ik de trillen op mijn benen. Ik hoop echt dat het gaat lukken, want er ligt zoveel druk op nu. En koken onder druk is niet mijn sterkste vak. Lekker fris. Smaak zit er wel in. Ja. Veel, ja, zoals ik het uitgelegd heb, nu heb je echt die mosselsmaak. Ja. Je hebt dat echt mooi uitgevoerd, de juiste smaak. Mooi gepresenteerd. Was gelijk vanaf minuut 1 pas bovenop. Je hebt keuze tussen een 3- of een 4-gangenmenu. Moest je nu echt niet kunnen kiezen tussen de zalm en de schelpjes, kun je ze ook gewoon allebei nemen en de 4-gangen pakken. En als ik geen vlees lust dan, en ik wil 4 gangen eten? Dan hebben we ook nog een feta-bol doen ze, of met seitan, of met... Ze hebben altijd wel alternatieven. Dat gaat een puntje van ons wel gaat zo. Ja, we doen maar. Ja. Je zit zo alsjeblieft aan tafel weg, team. Volgens mij gaan ze terug in de toog zitten. Nou, dat is zo. Nee, dat is niet zo. Waarom niet? Omdat alles dan in het onderdoor loopt. Je weet dat ik niet kan koken als er mensen op mijn vingers staan zien. Geen probleem. Ik ken dat sowieso aan het toch. Mag ik jullie alvast uitnodigen aan tafel? Jaro heeft geluk, want het wordt tafel 18, net achter het hoekje. Serge gaat wel in de hoek zitten en nu in doorgaan. Zij hem dan? Nou, ja, dit mag ik. Waarom zegt hij dat? Wat dan? Dat hij mij nee, dat is om te lachen. Dat heeft hij helemaal niet gezegd. Ik ben wel laat me gerust. Hij heeft dat echt niet gezegd. Hij heeft dat echt niet gezegd.